Goedemorgen, het is inmiddels bijna 7 uur. En we zijn de vlog ook wat later begonnen de afgelopen dagen, dat klopt. Want vandaag zijn de routes wat opgeschort. Dus de 50 kilometer loopt 40 kilometer. De 40 loopt 30 en de 30 loopt 20. Dus dat betekent andere routes. Maar dat betekent ook dat de post waar we eigenlijk vandaag naartoe zouden gaan in Eskaren uit mijn hoofd. Dat is de 50 kilometer rust. Die is komen te vervallen. Omdat de 50 kilometer vandaag niet gelopen wordt. Ze lopen de 40. Dus we hebben een extra rustpost gemaakt. Voor de 40 lopers die nu de 30 kilometer lopen. En we hebben een nieuwe plek. Hier zijn we nog nooit geweest. Maar goed, we hoefden dus ook wat later te vertrekken. Dus dat was wel lekker. Kon een uurtje langer in bed blijven liggen. En dat is wel fijn na zo'n drukke week. Klein stukje verderop begint de Via Gladiola al. Dat is het lange rechte stuk naar Nijmegen, de laatste 10 kilometer, met één groot feest. Dus ik hoop dat de lopers zelf ook kunnen filmen om te laten zien hoe geweldig ervaring dat is. Bijna de laatste lopers zijn binnen en Pien is er een van. Pien, hoe gaat het? Ja, best goed. Af en toe een beetje last van mijn knie, maar... Gaan we uitlopen? Ja, koude doek erop. Oh ja, we zijn er bijna. Nog 5 kilometer tot de grote rust en dan is het nog een kleine 10 kilometer naar de finish. Klopt dat? Geen idee. Ik loop tot ik een vlag zie. Oké. En je bent wat later. Hoe komt dat? Ik loop heel langzaam, maar als je langzaam loopt, dan krijg je precies dezelfde medaille. Het is jouw eerste keer dat je loopt, toch? Het is mijn eerste keer, ja. En wat verwacht je zo meteen van het laatste stuk? Want ik doe het nu een paar jaar door de verzorging en ik hoor heel veel positieve verhalen. Wat denk je dat ik straks ga ervaren? Nou, ik weet heel goed wat ik straks ga ervaren. Ik woon aan de Via Gladiola, dus ik heb al 9 jaar lopen klappen voor iedereen. Dus ik dacht, ja, voor mijn soort van nog late Nijmeegse inburgering moet ik zelf ook een keer de Vierdaagse lopen. Nou, dus super. Ik weet heel goed wat ik kan verwachten straks. Ah, super. Pieter, vertel eens, wat gaan we nu doen? Wat bedoel ik? We gaan nu naar Karel Keizerplein, heet het geval. Andersom, Keizer Karelplein. Dan gaan we de lopers verwennen met een natje en een droogje. Aha. Vooral nat, denk ik. Ja, en ze zijn allemaal binnengekomen, hè? Alles is binnen. We hebben helaas twee uitvallers, een gastloopster en Nienke was ziek. Ja, helaas, het is niet anders. Maar voor de rest zijn allemaal toppers en alles is binnen. Kijk, supermooi. We winnen trots, zeggen we dan in Noord-Holland. Helemaal goed. Ja, je bent binnen, man. Goed gedaan. Ja. Ja, ja. Hij is binnen. We zijn binnen. Zo. We zijn binnen. Hey. Goed gedaan. Hey. Mannen, gefeliciteerd. Aangekomen bij het einde van de Vierdaagse. De Vierdaagse zitten erop. Op 2 lopers na, helaas, heeft wel iedereen hem verder uitgelopen. Op de achtergrond zie je dat iedereen lekker aan de barbecue is. En naast mij staat Jaap. Jaap is directeur van de veiligheidsregio. En ik wil aan Jaap vragen, Jaap, wat vind je er nou van dat al die lopers de Vierdaagse hebben uitgelopen?
Nou, ik sta hier met grote trots. Echt heel knap hoe al deze mensen het met elkaar gedaan hebben. Hoe het ook gedaan is met elkaar, met verzorging. Wel heel veel betrokken collega's. Schitterend. Echt heel mooi om te zien. Ja, super fijn. En wat zou je willen zeggen tegen alle andere VRU-medewerkers? Nou, dit is echt een evenement, hier moet je bij geweest zijn. Dus ik zou iedereen willen uitnodigen die houdt van wandelen, die houdt van gezelligheid. Kom eens kijken, ga eens een keer mee, kom eens een keer een informatieavond, laat je informeren. Het is echt heel erg leuk om hier buiten te staan. Er staat hier midden Nijmegen, nou, je kunt het zien, onze vlag die wappert hier. Een enorm VRU-kampement, waarin je een hele week met elkaar fantastische belevingen beleeft. Heel veel gezelligheid, kameraadschap. Dus ik zou zeggen, volgend jaar zijn we er weer bij voor de 41ste keer. Laten we kijken wat we met nog meer collega's doen. Nou, ik denk een supermooie boodschap. Dus bij deze ga ik de vlogreeks afsluiten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken en hopelijk tot volgend jaar.